Ik moest er wel wennen om vader te worden. Vooral omdat ik relatief jong was. De zwangerschap ging goed. Ja, eigenlijk een normale zwangerschap. Zoals dat. Zoals je het gewoon vaker hoort. Eigenlijk niet, geen bijzonderheden. Ik was wel heel erg blij dat we een zoon kregen, ja. Ja. Ik denk gewoon als ieder ander ouder gewoon zo op onze eigen manier ons hebben voorbereid op de verwachting van de kleine. Op dat moment toen ik leven voor het eerst vast had, dan ja, een bepaalde euforie die graag meteen wil delen met familie en vrienden. Totdat we op een vrijdag waren mijn vrouw en ik allebei aan het werk. En toen kregen we een belletje van de oppas. En die belde van, hey, het gaat niet helemaal goed. Maar ja, zoals ik al zei, mijn vrouw en ik waren allebei aan het werk. En toen gingen we naar, allebei natuurlijk als een gek naar huis toe. Maar ik wilde maar één ding, dat was echt zo snel mogelijk naar huis. Dus ik pakte mijn fiets en toen moest ik 20 minuutjes naar huis fietsen. Als ik de bocht omkwam bij de oppas in de straat, als ik dan geen politie of ambulance zag of zo, dan dacht ik van, nou, dan valt het wel mee. En toen ging ik de bocht om en het stond helemaal blauw van alles wat je maar kan bedenken. Terwijl je aan het fietsen was. Dus toen kwam ik natuurlijk dichterbij bij het huis van de oppas. En toen kwam mijn vrouw, Caroline, kwam ook net aan. Toen was op dat moment vast Levi al gereanimeerd. En toen zijn we in het huis gaan zitten van de oppas. En toen kwamen er natuurlijk al snel heel wat familieleden. En daar hebben we met z'n allen gelijk echt gebeden tot God of het goed mocht gaan. Of die überhaupt op dat moment nog in leven zou zijn. Maar we wisten niet in de detail wat er aan de hand was. Ja, we hoorden dat hij geen zuurstof had. Dat hij daarom toen ook is gereanimeerd. Eigenlijk heb ik vanaf het begin af aan, vanaf het eerste belletje tot het overlijden, heb ik altijd gedacht dat het goed zou komen. Ja, ik heb geen moment gedacht dat het leven zou overlijden. Toen gingen we naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Ja, ik zat in de politieauto met mijn zus. Die ging toen mee. Voor ons reden ambulance met Levi erin en met Caroline. Toen werden we door een hele karavaan van politiemotoren ook. We werden begeleid naar het ziekenhuis in Rotterdam. Toen werd hij natuurlijk gelijk opgenomen op de IC. Ja, je zit in een kamertje. Je weet dat je zoon een kamertje verderop ligt en dat het echt niet goed is, maar ik had ook op dat moment weinig emoties. Caroline had dat veel meer. Die moest veel huilen. En ik had zoiets van, de draad oppakken en we gaan strijden om hier gewoon goed uit te komen. En dat wist ik ook zeker. We zouden hier goed uitkomen. Daar was geen twijfel over mogelijk. Het ging met ups en downs in het ziekenhuis. Af en toe kwam Levi een beetje bij. Als de medicatie wat verlaagde. Toen deed ik een keer een armpje omhoog. En we zelfs een keer een avond dat we met hem mochten zitten. Dat we zelfs met de vriendengroep hebben gevideobeld. Dat Levi in onze armen lag. Elke nacht ging je slapen met het gevoel van, hopelijk bellen ze niet vannacht. Totdat we een keer 's morgens om 5 uur uit ons bed werden gebeld. Dan weet je wel een beetje van, als je wakker wordt gebeld, dan dat is niet best. Nou, toen werden we dus gebeld. Dus wij naar de kamer. Toen zei ze tegen ons dat het gewoon echt een foute boel was. Wij kwamen dan 's morgens vroeg om 5 uur kwamen we het ziekenhuis in. En toen zeiden ze dat de pupil was wat groter of kleiner geworden. En dat betekent dat de hersenhelft dood is. Als we eruit zouden komen, dan is hij echt heel zwaar gehandicapt. En toen zaten wij dus naast het bed. En een half uur later zag je al, bij wijze van spreken met het blote oog, dat zijn andere hersenhelft ook doodging. Ja, op een gegeven moment werden we gehaald door de arts. En toen moesten we naar het aquarium, heette dat. Dat is een bepaald kamertje. We gaan met de deur in huis vallen, maar jullie gaan hier jullie zoon verliezen. En toen, ja, toen brak ik. Ik schreeuwde dat uit. En toen weet ik nog wel dat ik terugliep naar onze ouders. Die wisten dus op dat moment nog niet dat hij zou gaan overlijden. Ik kwam aanlopen en ik schudde alleen heel zacht nee. En toen wisten zij genoeg. En dan val je in elkaars armen. Ja, dan de wereld zakt onder je voeten vandaan. Op dat moment gingen we naar Levi toe gelijk. Ik ging mijn Levi zitten en ik moest huilen. En ik lag bijna met mijn hoofd op hem. En dat was pure leegte. Ja, puur verdriet. Dat was heel eng. Wij kregen inderdaad de keuze om een tijd te kiezen voordat we de beademing eraf gingen halen. Dat is heel gek om te kiezen, want je zegt eigenlijk, nou, op dat moment leeft die kind daadwerkelijk niet meer. Ik weet dat we om de praktische reden voor 11 uur hadden gekozen, omdat mijn broer in
Canada woont. En die was overgevlogen om toch nog Levi levend te zien. En toen een paar uur later, dat was dan om 11 uur, hebben we ervoor gekozen om de beademing eraf te halen. We mochten de laatste nacht bij Levi slapen. En halverwege de nacht maakte Caroline mij wakker, want die wilde graag mij aan één kant hebben en Levi aan één kant. En ondertussen heb je die, dat toch het warme handje heb je dan beet. Dat dat op dat moment nog heel warm is en een paar uur later weet je, want dat wordt dan heel, heel koud en heel eng. Dus toen werden we gewoon 's ochtends worden we wakker en toen gingen de artsen de beademing afhalen en lieten ons alleen. En dat was zo'n ongelooflijk vredig moment. We gingen hem wassen, mochten we hem ook gewoon pakken als het ware. Dus dan heb je gewoon je overleden kind heb je in je arm als het ware. En toen keek ik gewoon op zijn rug en toen was dat helemaal paars. En hoe je 7 maanden daarvoor in alle blijdschap uit het ziekenhuis liep met je eerste zoontje in de maxicosi, zo liep je nu met pure troefheid uit het ziekenhuis met een overleden Levi in diezelfde maxicosi. Echt de leegte waar je dan in terechtkomt als je thuis komt. Het praktische leven moesten we gelijk weer oppakken toen we thuis kwamen. Want de begrafenisondernemer moest gebeld worden. Want Levi moest worden gekoeld. Het enige wat je eigenlijk wil is gewoon rust. Proberen ergens nog te landen of iets. Maar een rouwtekst verzinnen, kaartjes maken. Er moet gelijk zoveel gebeuren. Je hebt het op dat moment gewoon echt druk. Terwijl je net je zoon hebt verloren. Je ging samen, ging je ook weer 's nachts, ging je de kamer in waar Levi lag. Dat was echt heel, heel eng voor ons gevoel. Dan moet je die deur maar eens open doen om dan over het randje te kijken naar je kind die niet meer leeft. En hoe ziet het er dan uit? Ja, er is weer een nacht overheen gegaan. Dus dat deden we vaak wel samen. En dat was wel heel fijn dat je elkaar daarin wel had. In het ziekenhuis gaven ze ons net een schriftje. Nou, dat is een soort dagboekje. En ik heb het boekje nog nooit eigenlijk geopend. Alleen tijdens het ziekenhuistraject. Maar daarna heb ik het nooit geopend. Maar ik ben wel bereid om even een stukje te lezen. Misschien is dat een mooi moment nu. Lieve Levi, papa en mama willen je niet kwijt. We kunnen het niet aan. Ons vertrouwen op God is groot. Maar soms ook zo klein. We bidden voor je. God, help Levi alsjeblieft. Ik had wel de behoefte om gewoon in ons eigen huisje even lekker te zitten. En vooral niet de deur uit te gaan. Maar op een gegeven moment gingen we dus weer proberen voor het eerst naar de supermarkt te gaan. En juist mijn, misschien wel fout of valkuil is geweest dat ik relatief snel weer ben gaan werken. Weer vanwege dat optimisme. Ik probeerde te ontsnappen aan mijn thuissituatie door weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. En dat was niet handig. Dat is denk ik de reden waarom ik een paar maanden later echt in elkaar ben geklapt. Het klinkt gek, maar een week nadat Levi was overleden hadden Caroline en ik ook weer het gevoel gelijk al van, dat was zo mooi om een kind te hebben. Dus ongeveer rond kerst hadden we het gevoel dat het misschien wel weer was gelukt als het ware. Ja, echt weer zo'n fijn gevoel dat je wist van nee, als alles goed mag gaan en als God het mag geven, hebben we over een x aantal maanden mogen we weer zorgen voor een kindje. En dat was wel, we waren ontzettend dankbaar voor op dat moment, dat weet ik nog. En Caroline vindt het af en toe wel wat moeilijker. Die vond het af en toe wel wat moeilijker. Die was wel bang om weer een kind te verliezen, ja. Dat absoluut. En ik had ook af en toe wel eens mijn moment dat ik dacht van nou, zal het wel goed gaan. En de echo's zijn inderdaad wat spannender. En dat wel, ja. En daarom vind ik het heel moeilijk om te zeggen wat mis je het meest aan leven, omdat ik herken zijn lachje niet per se, want ik heb al maanden geen filmpje van hem gezien. Ik herken zijn stemmetje niet, want ik heb die al jaren niet gehoord. Ik herken zijn blik niet, want ik kijk niet naar zijn blik. En dat klinkt misschien heel bot en dat bedoel ik absoluut niet zo, maar op die manier kan ik op dit moment normaal leven. Ik vind sommige dingen best moeilijk om te achterhalen weer, van wat er toen gebeurd is. Soms voelt het wel eens een beetje als een zwart gat. Of ik ben voor mijn gevoel in een ontzettend gevorderd stadium van het verwerken. Of ik zit er nog zo ver vanaf. Als ik het schriftje ga lezen, dan zie je weer, dan haalt het je helemaal terug in het moment. En na 2,5 jaar nu, ben ik dat moment misschien wel een beetje vergeten bijna. Bewust of onbewust. En dat helpt misschien wel in dat ik nu me kan focussen op het leven. De rouwdienst
hebben wij nog nooit teruggekeken. Ik heb een documentaire gemaakt met alle filmpjes die we hebben van Levi. Die heb ik nog nooit teruggekeken. Dat zeg ik ook heel vaak, dat ik ben er overheen. Het is goed zo, het is verwerkt. En dat ik uit dit gesprek in ieder geval dat wel mee kan nemen. Dat ik niet alles moet buitensluiten wat met Levi te maken heeft. Omdat ik mezelf meer open moet stellen daarin. Ik doe voor de wereld alsof ik het allemaal helemaal onder controle heb. Maar soms is dat misschien wel eens minder dan dat het in werkelijkheid is. Ja. Ja, het zijn zeker dingen die ik anders had gedaan als ik dit rouwproces opnieuw mocht doen. Ik had mezelf veel meer tijd en ruimte moeten geven. Rouwen klinkt in mijn kop nog negatief. Terwijl rouwen misschien helemaal niet per se negatief is, maar juist een proces die je daadwerkelijk moet ervaren en doorstaan.